ben gefocust op het goede. Ik heb het nodig om te groeien. Besef. Zo, Bea. Wat ben je van plan hier? Wat is de bedoeling? Ik zie dat je hier zo je tuintje aan het... Ja, laat het maar eventjes bewerken noemen. Ja, ik ben er even alle planten uit aan het halen. Om er vervolgens dadelijk een kruidentuin van te maken. Pluktuin, die voor de hele buurt toegankelijk is. Dus dan kan iedereen zijn kruidendruip plukken die hij nodig heeft. Er komen bordjes bij te staan waar het goed voor is. En waar het je tegen helpt, zodat we de kennis van de kruiden weer terugkrijgen. Vroeger was hier in de wijk een kruidentuin, maar dat is nu een hondenwc geworden. Ik vind het jammer, laten we de kennis gewoon terughalen. Ik ben gefocust op het groeien. Ik heb het nodig om te groeien. Zo, het tuintje begint aardig licht te geraken. Ja, nou hebben we plaats om spullen neer te zetten, zoals kruiden en groenten, fruit. Ik heb al een kersenboom, ik heb al een pruimenboom, sta ik voor iedereen. Ik wil hiermee een voorbeeld zijn, dat we zelfvoorzienend kunnen zijn. En dat als we met elkaar delen, dat we in overvloed kunnen leven. En als we dat allemaal zouden doen, dan zouden de voedselbanken niet meer nodig zijn. En dan gaan we gewoon weer voor elkaar zorgen. Ik denk dat dat een betere manier is. Dankjewel. Ja, als ik zo kijk naar de tuintjes van de buren en ik kijk die kant op en we zien daar ook allemaal tuintjes. Stel je voor dat het allemaal... En stel je voor dat het inderdaad allemaal groentetuintjes worden. Dan heb je inderdaad een hele leuke natuurlijke groenteboer. Juist. Ik ben gefocust op het groeien. Ik heb het nodig om te groeien. Besef. Dus,